We gaan nu over naar de volgende spreker. Dat is de heer Hofman van de provincie Zuid-Holland. Die gaat het hebben over waterstaatserfgoed uit de Wereldoorlog, BWO. Ik heb altijd gedacht, toen ik langs de rivier de Waal fietste in Ellecom en langs de Nederrijn in Oosterbeek, ik denk, wat doen die gekke betonnen gevaartes daar? Er stond een groot hek omheen en een grote heg. En later ben ik al lezende in een boekje erachter gekomen dat dat betekenis had voor de IJsselinie. Men kon daarmee de rivier de Waal en de Nederrijn bij Oosterbeek afdammen om de IJsselinie te stellen, waardoor er een grens zou ontstaan. Als de Russen zouden komen, dan zouden we ze voor de IJsselinie tegen kunnen houden voordat ze in Holland waren. En ik vond het heel intrigerend om te horen dat men in die tijd nog gedacht heeft aan een linie. Want de Nieuwe Hollandse Waterlinie, gebouwd tussen 1880 en 1890, die was eigenlijk in de Tweede Wereldoorlog al volledig achterhaald. Want in de Grebben stonden de jongens met elkaar te schieten en de vliegtuigen die gooiden Rotterdam alvast plat. Dus ik geef het woord aan de heer Hofman bij dit. Ja, het was heel inspirerend wat ik gehoord heb. En het is, ja, is dat wij heel sterk, dat noemen wij in wetgeving, het objectum litis. Dat er veel te eng wordt gekeken naar het object van zorg. En het belang is dat je de omgeving, dat is ook het verhaal, die ontstaan is rondom een object, dat je die betrekt in een cultuurhistorisch erfgoed en de benadering daarvan. Ook de meerlaagse veiligheid lijkt mij juist een prachtig en sterk onderwerp om de waterstaatkundige voorzieningen daarin te betrekken en daarvan ook uit te gaan bij je ontwerp van stedenbouwkundige zaken en anderszins. Waterstaat in oorlogstijd. Er was een bijzondere wet en die was al voordat de Tweede Wereldoorlog begon ingegaan. Deze wet is toch van grote betekenis geweest voor ons waterstaatkundig denken en ook calamiteiten en vooruitkijken naar de toekomst. Dat was toen ook, nu zitten we met het Delta-programma, maar toen was ook al zicht. Wat kunnen we doen om de kwetsbaarheid van onze waterstaatkundige infrastructuur zoveel mogelijk veerkrachtig te houden? Wij verliezen ons soms in details. Kijk om je heen en zie met elkaar wat je omgeving is. Dat vond ik heel beeldend hier van een boekwerk wat is uitgegeven door het Museum Art et Métiers in Parijs. Dat zou ik echt willen aanbevelen voor de liefhebbers hier als ze er nog niet geweest zijn. Het is schitterend dat er alle ontwerpen en technische uitgedachte apparaten, stoomgemalen, molen, scheepsliften, alles is daar in modellen, maquettes gezet. En het is heel goed om te zien hoe in de Franse tijd, of in de Fransen, en de ontwerpers van ingenieurs, die ook een hele relatie hadden met de Nederlandse ingenieurs, hoe dat ontworpen is. Frontlinieoorlog werd al genoemd, linies. Wij dachten in linies. En waarom? Omdat ook het oppervlak en de militaristische ervaring uitging van grond en territorium wat je moet beschermen. Dit is hier uitgebeeld in een van ook de rijke cultuurhistorische waarden van glazen die de waterschappen ook hebben, roemers. En dit is een roemer van het waterschap Hollandse Delta, waarbij de leeuw voorstelt het graafschap Holland. En daarom zie je nog de rieten tuin, dat is eigenlijk de Hollands tuin. En dat beeldt uit ook het wapen van de Henegouwers en de Habsburgers, die dan ook als graven in het graafschap Holland actief waren en ook de wortel zijn geweest, de basis voor de waterschapsoprichting. Maar men ging uit van frontlinieoorlogen. Daarom ging men ook gebieden onder water zetten. Dit is de stelling van Amsterdam. Heel mooi te zien hoe dus om de Amsterdam heen een ring van water inundatievelden zijn geschapen. En er was ook een bijzondere wet. Dat was de inundatiewet. En ja, die was ook van kracht om ruimtelijk deze watervelden, inundatievelden, ook in gebruik te stellen. Er was wel een traditie voordat de schade werd uitgekeerd. En dat is misschien met het aardgasverhaal in Groningen een ander verhaal. Dat duurde 3 generaties lang. Dat is wel heel echt een traditie in Nederland dat de traagheid der dingen is wel erg groot als het op betalen aankomt. Men ging al uit van de stelling van Amsterdam van het onder water zetten van het gebied, dat je het gebied goed kent en ook de waterstaatkundige infrastructuur van sluisjes en inlaten en uitwateringssluizen goed in beeld had. En dit was om rond 1800, 1810,
zie je al een deel, het Groot Haarlemmermeer was nog niet droog gemaakt, dat men ook al dat principe kende van waterlinies. Hier zie je de oude en de nieuwe. De blauwe aangegeven strook is de oude Hollandse waterlinie. De rode, de nieuwe Hollandse waterlinie. Dus men ging nog steeds uit van land, oorlogen en beschermingen via waterlinies. Om, ja, dat was maar een klein laagje water. En dan is je oriëntatie ook volkomen weg, net als in een sneeuwgebied. Ja, als het gesneeuwd heeft en je ziet de weg niet meer, dan staan er ook van die staken langs de weg om die weg nog zichtbaar te houden. En dat was ook met de waterlinie natuurlijk de truc. Je zet een klein beetje water op het land en op dat moment ja, ben je de weg kwijt, letterlijk en figuurlijk, dat je dus met je paarden enzovoort nou ja, erdoor zakt. Dit is nog wat ik gevonden heb in een gedeelte van een rapportage van de Tweede Wereldoorlog. Waarbij de Duitsers toen zij vertrokken ook delen onder water zetten. En hier zie je dus ook stroken aangegeven die plasdras werden onder water gezet en ook geheel. Wat kunnen we daarvan leren? Er is een onderzoek geweest en die onderzoeken daar gaan we eigenlijk niet te veel op door. Om te kijken hoe kunnen wij de inundatievelden omzetten in de huidige tijd voor buffering van water tijdens droogte. Ik vind dat daar we een kans laten liggen om te kijken, kunnen we die gebieden gewoon inzetten, dat we daar een methodiek voor bedenken met elkaar, dat er gedurende een bepaalde tijd een interne watervoorraad is. En dan kan je denken aan drinkwater, maar ook aan droogte van land- en tuinbouw en natuurgebieden, dat je die oude inundatievelden van vroeger projecteert in het waterdenken van nu. En ja, dat is een klimaatadaptie is nu het grote woord. En ik vind zelf dan eigenlijk persoonlijk te veel praten, maar te weinig ons landschap laten uitrollen wat de kansen zijn. En dat wil ik hier ook aangeven. Erfgoed is de basis voor nieuwe kansen voor nu. Om te kijken wat kan je aan vertaling maken aan de nieuwe denkbeelden die er nu zijn. Dus vandaar ook de denklijnen van het erfgoed. Je kunt ook de inundatievelden, nou ja, zeg maar onderstrepen als velden met energie. Dat je energieopwekking en zonneschermen in zo'n gebied zet. Ik heb ook voorgesteld bij ons intern, bij de provincie Zuid-Holland waar ik werk, om eens te kijken naar de oude Hollandse waterlinie bijvoorbeeld. Dat je aan de randen, in overleg ook met de eigenaren dan, zo'n spoor van schermen neerzet. En dat je daar gelijk het verhaal vertelt, wat hier ook aangegeven is, dat het van belang is van je cultuurhistorie, je verleden. En dat zijn sterke elementen dat je nu het heden en het verleden schakelt met elkaar. Het is ook misgegaan met de waterlinies. Want op een zeker moment, ja, een strenge winter en het wordt ijs. En dat is in 1672 een drama geweest toen de legers Nederland binnenkwamen via de ijsvloer. Misschien kennen jullie nog de prachtige drie R's, de R's weer in de maand. Maar het was redeloos, radeloos en reddeloos. En nou is de vraag, wie was redeloos? Wie was radeloos en wie was reddeloos? Nou, redeloos het volk, radeloos de regering en reddeloos het land. En dat zijn toch dingen ja, die toch lange tijd doorgegaan zijn in het denken. Op een zeker moment werd dat liniedenken verlaten en men was al van voor de Tweede Wereldoorlog bekend met dat er ook per vliegtuig gevlogen kon worden. Er was in de Eerste Wereldoorlog ook die twee dekkers, die lieten ook een bommetje vallen. Dus dat had men toch al door en hier kom ik dan op awareness, de communicatie. Hoe ging dat toen en hoe gaat dat nu? Men had altijd prachtige affiches, vond ik. Als je dus googelt en kijkt wat er voor affiches zijn en materiaal, net als wat hier in het begin werd gezet van propagandastukken, dan waren er ook prachtige posters. Daar is ook mijn hobby van stripverhalen uit voortgekomen, dat het verbeelden, de beeldende mens gewoon heel veel kan uitbeelden door een eenvoudige tekening. Je ziet in kranten ook mooie strookjes waarin een paar ja, zeg maar strookjes wordt uitgelegd een verhaal. Dat awareness is van belang. Beveiliging bevolking. Misschien weet u het nog, met de dreiging van de Koude Oorlog. Je moest oefenen met elkaar, met je gezin. Ik zelf ook meegemaakt dat mijn ouders kelders moesten vrijmaken. Dat je in no time, als er een dreiging is, van huis uit de kelder in moest. Er werd een deken voorgespannen. Ja, wat er dan voor het raam voor bescherming vanuit ging, daar dacht men niet meer stil. Maar we moesten met alle groenten en voorraden hadden we allemaal alles wat in de wek, zeg maar, van de wintergroenten en zo.
En daar werd mee geoefend. De plattelandsvrouwenverenigingen waren ook de schakel. Dus awareness, de bevolking was heel direct betrokken bij dit soort organisaties. Waarom kunnen we dat nu niet meer doen? Nu hebben we ook die kans. Hier nog een illustratie van luchtbescherming. Men wist dat inderdaad vliegtuigen dus over het land konden komen. En toch bleef men nog heel sterk aan die liniegedachte hangen. Elkaar helpen geldt. De steun, de solidariteit. Een belangrijk element wat we nu dreigen verloren te laten gaan. Doordat we sterk individueel zijn ingericht. Ook de wijze van communicatie. Dat we elkaar niet meer in een tête-à-tête spreken. Want ik vind het nog heel belangrijk om mondeling elkaars gedachten te delen. Delen we nog wel dingen met elkaar? Steunen we elkaar nog wel? Er zijn allemaal ontwikkelingen die ik gewoon zie die op een hele andere leest geschoeid dreigen te raken. Dat we kwijtraken. Die vanzelfsprekendheid. De hedendaagse stripverhalen die gaan ook nog weer uit van de oorlog die geweest is. En dit is van Erik Heuvel die een aantal stripverhalen heeft uitgegeven. En die geeft beeldend weer wat er is gebeurd, maar ook kan je via stripverhaal in de huidige tijd aangeven wat het belang is van waterbescherming en calamiteiten. Dit is een strip die ook uitgegeven is door Euroducation en dat is Europa breed. Er worden ook bepaalde geschiedkundige zaken in een stripvorm weergegeven, voor de jeugd ook, maar ook voor het hoger onderwijs, om daarbij stil te gaan staan, om daarvan te lezen. Dit is weer een andere manier van presentatie van awareness. En uiteindelijk is het van belang om bij de basis te beginnen. Ik heb zelf een groep 8 van de basisschool. Het was hartverwarmend ook wat kinderen weten van water en hoe ze dat beleven. Had ik 2 poppenhuizen meegenomen naar de klas. En op een zeker moment kregen de kinderen van alles in handen. 2 groepen met blikgroenten kreeg men toiletrolletjes, een transistorradio en van alles een zaklantaarn. En dan moesten ze per groep bekijken, als het water komt, wat nemen we dan mee naar boven? En hoe gaan we dat dan doen met elkaar? Nou, dat was gewoon heel leuk. Ze kregen van mij allemaal laarzen. Ze moesten laarzen ook aandoen en ze moesten in een bad gaan staan. En een presenteerblaadje en dan moesten ze samen bekijken wat nemen we dan mee naar boven. Nou, er kwamen hele sterke dingen uit. Waarom toiletrollen niet en of wel en waarom radio enzovoort. En dat was heel duidelijk dat het ook heel bekend was. Ook zeg maar die postcode registratie van hoe hoog komt het water waar je woont. Dat is gelijk zo'n echte trigger. Oh, wist ik niet dat het tot aan het plafond kan komen of tot aan mijn knie. Oh, dat valt mee. Dus dat soort manier van communiceren met elkaar is heel sterk, maar ook in het hoger beroepsonderwijs en ook de ambachtelijke kant, daar kom ik later nog even op, van wat we hier doen met oude gemalen in stand houden. Dat geeft ook inspiratie voor nieuwe technieken, om die ook weer uit te proberen. De BWO, de Wet Bescherming Waterstaatwijk in Oorlogstijd. Een kwetsbaar boezemsysteem, fijnmazig. Haarvaten in het systeem. Je ziet Delfland aan de onderkant. Dan een stuk van Rijnland, Groot Haarlemmermeer en ook Noord-Hollands Noorderkwartier. Het zijn gevoelige systemen die heel kwetsbaar zijn. En er is van belang, hoe ga je om met een, het was toen de wet BWO, alleen maar in oorlogstijd. Dus men keek heel direct naar de werking als er een bombardement kwam en de dijken werden beschadigd. Ja, hoe kunnen wij ons dan leefbaar houden door gemalen te laten doordraaien en ook de bedijking in stand te houden en het gebied te beschermen. En het is, dat was heel beperkend van die wet, want je kunt ook inzetten voor verziltingssituaties tegen te gaan en ook eventueel verontreiniging van oppervlaktewater, van lozingen, kan je ook isoleren door die boezemsystemen af te zetten. Alleen dat mocht niet. De wetgever had alleen bepaald, uitsluitend en alleen mocht je deze werken benutten tijdens oorlogstijd. Dus er is eigenlijk nooit in een hele periode dat die wet van kracht was, van 1950 tot 1990 ongeveer, nooit mee geoefend in die zin hoe je met andere situaties kan omgaan, buiten dus oorlogsgeweld. Maar het hele systeem is aangelegd en het heeft nog steeds een belangrijke nuttige waarde. Hier zie je het gebied van Delfland. De filosofie was, we gaan het gebied in kringen verdelen, waarbij ook polders werden gecombineerd. Er was ook door Zuid-Holland een duikerreglement opgesteld.
En dat duikerreglement ging eruit vanuit dat polderkader, daar waren duikers ook aangelegd, dat de ene polder in verbinding stond met de andere polder. En er werd ook gekeken naar de soort bemaling. Is het een molen? Nou, die kan dan bijvoorbeeld 3 polders overnemen. Het is wel minder qua afwatering, maar je hebt nog beheersing. Is het een dieselgemaal? Staat er een dieseltractie met een trekker? Is die mogelijkheid? Dus zo werd bekeken dat je verschillende bemalingseenheden met elkaar combineren. Nou, doen we dat nu nog? Denken we daar nu nog over na om dat te bekijken? Kijken we naar eventuele nieuwe energiebronnen die we kunnen benutten als de hoofdbronnen uitvallen, als er geen aansluiting is via het elektriciteitsnet? Dat zijn toch facetten waar ik wil onderstrepen, waar we meer en meer ook in de sfeer van meerlaagse veiligheid moeten nadenken hoe we ons systeem weerbaar maken. Waarom die BWO ook van belang was, die boezemscheiding en nu ook nog, dat was bluswater bijvoorbeeld. Je ziet grote steden liggen in boezemgebied. En als dat water door een bombardement de polder ingaat en grachten leeg zijn, hoe ga je dan om met je eventueel brandhaarden? Hoe ga je om met je gebouwschade? Want als er een hele tijd geen water in die grachten en grondwaterpeil zakt, dan zit je met je paalfunderingen en andere funderingstypen die de schade ondervinden. En dat was ook een heel belangrijk facet bij de BWO, waar je dus die boezemscheidingen aanbracht. Vervolgens de scheepvaart. Dat was ook een aspect om die scheepvaart vanwege de economische waarden ook zo lang mogelijk operationeel te houden. Hier bijvoorbeeld Delft, de grote brand in 1540. Frappant is, als ik te lang op druk, doe ik het dan goed? Dat in feite zie je daarboven het Delftlands gemeenlandshuis dat bleef staan. Dat vind ik wel heel bijzonder, dat de gevel bleef staan in die zin. Nou, dat hij komt niet. Sorry. Zonnetje gaat niet op. Even terug. Ja, maar zo kan het wel zien. Bovenin zie je dan, ja, ik zal het nog een keer doen. Ik druk hem goed in, maar het is zo dat gemeenschappen bestaan en waterschappen doorstaan stormen. Als je kijkt naar de geschiedenis van de waterschappen, ook in politieke zin, dan heeft men heel wat zaken moeten ondergaan wat betreft discussies over bestuurssamenstelling, over democratie, over de wijze van uitoefening van taken. En dat is eigenlijk de kracht van het waterschap, dus ik ben wel een pleitbezorger dat de waterschappen zeg maar hun democratische rol kunnen blijven vervullen. En ik zie wel dat het waterschap meer en meer in de richting van een omgevingschap zich beweegt. Want juist die waterstaatszorg die genereert een heleboel ontwikkeling in de bestemmingswijzigingen en realisatie van projecten. Als de dijk wordt verbeterd, dan zitten daar een heleboel randzaken aan vast die ook in beweging komen. Dus het wordt wel eens onderschat hoe sterk de aanjaagmotor is van waterstaatswerk. Ik vergeet ook Rijkswaterstaat niet, maar dat zijn grote projecten die een hele vliegwiel in beweging brengen van ontwikkeling van ons land en nieuwe kansen die men ziet in dat geheel. Ja, dat is een beeld even van een gracht die helemaal, dan kan je toch wel zien dat het effect heeft. Voor dat, als je het water niet vasthoudt, dat kadermuren kunnen inzakken, funderingsschade die later kan optreden. Dit was in 1930, dit is wel bekend, dat is heel breed ook met Wilnis bekend. Nou, dan zie je ook hetzelfde beeld. Waterweg, daar waren woonboten ook die scheef gingen hangen. Funderingen van huizen direct aan de rand die beschadigd zijn. Dus dat is de BWO. Enkele voorbeelden, waar denk je dan aan? Nou, een kraantje met een schotbalk ernaast. Drijvende deuren, die dus ook bij bruggen zijn gelegen. Alle BWO-keringen die zijn meestal ook gelegen onder of naast bruggen, zodat men met een kraantje in feite op die brug kan staan en ook de schotbalken of hefdeuren kan laten zakken. Dit is bij de Oranje Sluis in Schravenzanden. Hefdeuren zijn daar aangelegd. Hier een plaatje, een dansende schotbalk. Het is niet zo makkelijk om in stromend water schotbalken neer te laten. Dus er is heel wat laboratoriumonderzoek gedaan in het verleden. Hoe kan je nou zo'n schotbalk laten zakken en hoe snel? Want dat is nog een tour de force. Duurt nog een tijdje voor die schotbalkering anders dicht hebt. Dus er zijn een heleboel onderzoeken naar gedaan. Hier zie je ook de stalen schotbalken of aluminium.
En dan zie je ook dat aan de randen waar je dus in de sleuf de balken laat zakken, ook geperforeerd zijn, gaten zijn gemaakt, zodat de weerstand van water wordt gebroken en dat je dus toch die balken kan laten zakken. En ook een handicap is dat op de drempels van die schotbalken altijd veel bagger of oude fietsen of banden liggen. Je zal het niet willen weten wat je soms aantreft. En dat moet eerst weer schoongespoten worden. Dus de waterschappen die oefenen ook met het geheel. Maar er zit een heleboel werk aan om maar één schotbalkje te laten zakken. En het was vroeger ook zo dat volgens Arbo-wet ging een aannemersploeg dan met 6 man. Maar ja, die moesten meer dan 100 kilo aan gewicht dragen om zo'n balk te laten zakken. Nou, dat is tegenwoordig niet meer van toepassing. Dus het is wel van belang voor nu. Hoe kan je in je calamiteitenplannen en noodplannen die BWO-keringen in gaan zetten? En ook voor je normering van je regionale kering is van belang. Als je boezemsystemen eerder kan afzetten. Dat betekent ook dat er dan minder zeg maar het systeem in zijn totaliteit schade ondervindt. Maar dat je dat beperkt en daarbij ook je filosofie over beschermingsklassen voor keringen eventueel op een andere manier kan inrichten. Daar zal denk ik de volgende spreker op ingaan. Nou, hier nog een voorbeeld hoe complex het is om zo'n balk te laten zakken. En hier staan, ja, dat is een beetje Nederlandse, 9 kijken, 1 werken. Ja. Ik zei, dat is ook een Haagse mentaliteit. Hè. We praten erg veel de laatste tijd. En ja, echt handen uit de mouw. En daarom vind ik het ook van belang dat het motorische en mechanieke wat wij hebben in de cultuur en historisch erfgoed ook benutten. Dat echt de handjes nog er zijn die weten wat ze doen. En ook dingen kunnen repareren en dergelijke. Want anders moeten we personen helemaal uit andere landen halen om dat te gaan doen. Het is wel heel kwetsbaar qua samenleving. Dus echt de MTS'en en de ambachtsscholen, die moeten weer nieuw leven wat mij betreft worden ingeblazen. Dat vakgebied gewoon ook weer praktisch blijft, dat men gewoon handen vuil maakt. In de zin van onder de olie. Hier een stukje van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Een heel nauwgezet systeem waar eigenlijk de opzet is om de grote plassen zeg maar te isoleren. De Brasemer omheen zitten allemaal schotbalken om de Kaag en dergelijke. Dus je ziet een aantal 7 ringen die dus bedacht zijn voor de kwetsbaarheid van gebied. En ook in het bollengebied aan de kust, daar zie je dat ook. Ja, dat is ook voor beschermen van de bollen, dat niet alles direct richting bij doorbraak van de Groot Haarlemmermeer wegloopt. En dat je dus echt met een probleem kampt. En ook Leiden bijvoorbeeld is helemaal geïsoleerd en kan afgegrendeld worden. Ja, er is een discussie geweest van balgstuwen of klepstuwen. Dat was in de jaren 60 een soort geschil tussen de 2 provincies Noord en Zuid-Holland. Noord-Holland was voor ballastuwen. Zuid-Holland zegt dat willen we niet. Maar ja, om Noord-Holland om niet achter te lopen wilde men ook wel een ballastuwtje aanleggen. Maar Noord-Holland is eigenlijk de pikeur wat betreft de ballastuwen. En Zuid-Holland die vond vanwege de technische duurzaamheid een klepstuw veel beter om die dus in de vaarwegen aan te leggen. Dus Zuid-Holland heeft 4 klepstuwen en 1 ballastuw. Wat is dat dan? Die wordt opgeblazen, er wordt water ingepompt en dan zie je dus die balg ontstaan. Dus de jaren 60 vond ik wel leuk, met een rugzak die er overheen gaat, hè. Dus een Fiatje 500. En dat was een heel octrooi is ook aangevraagd en daar ging het geschil tussen Noord- en Zuid-Holland over. Wie was nou de uitvinder van de ballastuw? En dat was in de jaren 60, in ieder geval de eerste. Met Ketelmeer hebben we natuurlijk ook één, maar die was wat later. Maar het Rijk zei, ja, wij zijn de uitvinder. Nou, ik zeg, ja, kijk eens even terug. We hebben er al een paar. En het probleem was namelijk het rubber. Er was toen nog Vredestein en die had dus een garantie moeten geven. Dat staat ook allemaal vastgelegd in de archieven. Dat rubber gewoon meer dan 50 jaar meegaat. Maar, ja, het raakt wel lek. En het bijzondere is, dat vergeet men dan eigenlijk, dat de balg komt op, wordt volgepompt met water, maar dan is de bedoeling dat er dan een gronddam achter wordt gelegd. Het is even om de stroming zeg maar tegen te houden en dat men het dan kan dichten met klei, met grond. Want zo'n balg kan niet zeg maar de waterdruk doorstaan als het achterliggende vak dan leegstroomt. Ja, dan gaat hij op 1 oor hangen en dan kan hij van de klep loslaken.
Nou, hier is het systeem van de klepstuw. Die ligt gewoon verzonken in het kanaal. En die komt gewoon omhoog direct en is direct operationeel. En je kunt ook manipuleren met de hoogte van de klep, dat je de stroomsnelheden in het systeem ook reguleert. Ja, de Noord-Hollands kantje. Ja, ik denk toen we toch een beetje alle gebieden een beetje bedelen. Er was toen een idee met de oorlog ook, met zicht, ja, nu hebben we allemaal satellieten en zo, maar je moest je gemalen camoufleren. En het was een discussie toen met Waterland, geloof ik, polderbestuur. En die zeiden, ja, wij doen dat niet, want als je uit de lucht ons gemaal bekijkt, dan lijkt het net een boerderij. Dus waarom zou je moeten isoleren of camoufleren? Maar het was wel een punt van camoufleren, dat je dus niet ziet dat daar een gemaal staat. En dat je dan ook daarmee de kwetsbaarheid van je gebied, zeg maar, beschermt. Nu is het een vanzelfsprekendheid dat wij dus, ja, er staat een molen bij, hè? Dan denk je, wat is niet zo slim. Maar het is wel van belang als je nu kijkt naar de opbouw van groene daken en dergelijke met mos en ook met de nieuwe inzichten, dan is het automatisch, zie je een gemaal soms helemaal niet meer in het landschap. Terug als je vanuit de lucht bekijkt. Heden ten dagen. Wat was ook in de 80e jaren, net bij het intrekken van de wet, aan het eind werd gedacht aan een kaderbreuksignaleringssysteem. Dus dat waren dus als het ware wat we met die pijlbuizen van grondwater bijvoorbeeld kennen, sonars, die dan eventueel een waterstandsverlaging direct registreert. En dan kan je gelijk kijken, oh daar is het, en dan kunnen we de betreffende boezemwater direct afsluiten. Dat direct is nog wel een beetje betrekkelijk, want het duurt gauw zeker een halve dag voordat je echt een schotbalk dicht hebt. Maar het was toen de idee om dat te doen en dat is toen vanwege de financiering problemen afgewezen en ook het nadere einde van de wet BWO. Want wat was het idee? Van ja, het is te gek dat er een bijzondere wet moet zijn. Want eigenlijk moeten waterschappen het eigen maken in hun calamiteitenbestrijding dat dit soort zaken en voorzieningen inherent is aan je waterschapstaak. Dat je altijd een airbag hebt als je hoofdsysteem faalt. Dus dan moet het eigenlijk niet meer in de bijzondere wet verankerd zijn, maar het moet juist onderdeel van je taakstelling zijn. Het was wel zo dat de BWO-voorzieningen, dat was 70% financierde het Rijk en 30% de provincie. En soms werd er ook in situaties dat die 30% weer verdeeld werd over provincie en waterschappen. Overigens is bij de opzet, net werd kinderrijk genoemd, van de intrekking van de wet zijn alle hoofdgelden naar de molens van kinderrijk gegaan. In de tijd hadden wij 2,5 miljoen om de hele overdracht als provincie te realiseren, want eigenlijk waren alle werken, waterstaatswerken die in beheer en onderhoud waren van de provincie. En het is toch nog een hele tour de force geweest om die werken en de overtuiging naar de waterschappen te verwezenlijken dat dat waterstaatswerken zijn puur zang die eigenlijk door waterschappen behardigd moet worden. De plofsluis, ja, we hebben plofkippen, maar een plofsluis hebben we ook. Amsterdam-Rijnkanaal. Dat was een filosofie waarbij men een bovengedeelte allemaal steen en gruis had liggen en daaronder was munitie aangebracht en als het echt nodig was, dan werd die munitie ontstoken, ontploft en het dak stortte in en gelijk was je waterweg afgesloten. Nou, dat zou nog een filosofie kunnen zijn voor de toekomst, dat je je rivierloop eventueel wijzigt. Dat kan zomaar een noodzaak kunnen zijn, dat je dus ook op die manier eens kijkt naar je systeem. Hè. We hebben het Pannenskanaal en dergelijke, de verdeling van Rijnwater. Maar ja, is die verdeling nog steeds van belang en kunnen we nog meer stuwen naar het IJsselmeer? Nou, dan zou dit soort operaties misschien waardevol zijn om eens te onderzoeken, om die afvoergolf beter te kunnen reguleren dan nu. Hier zie je nog even een dwarsdoorsnede van de plofsluis. Men dacht nog steeds in die tijd aan waterlinies. Dit is de caissons, de IJssellinie. Tot ver in de jaren 70 ging men nog uit van die linie, dat liniedenken. Dus dat is heel bijzonder dat men zo traag eigenlijk nog voorzieningen investeerde die eigenlijk achterhaald zijn. Dus we moeten ook veel meer eerder ook de bakens durven verzetten. Dat is die wil weer, hè. Er is een heel onderzoek gedaan bij Rijnland. Laat ik even snel zien. Hetzelfde verhaal weer wat betreft die ringen. Hier het effect in rode balletjes bij inzet links en bij zeg maar uitblijven van.
Dus even een beeld heeft men, dat heb ik ook in dwarsdoorsnede. Als zo'n pand zeg maar nou leegloopt en geïsoleerd is, dan heb je ook gevaar dat die keringen naar binnen toe kunnen klappen. Dus de vraag is of het verstandig is om een geheel af te sluiten. Maar dat moet per geval bekeken worden. En ook in de toekomst denk ik dat de BWO-keringen voor zo'n vak juist van belang zijn weer om die beschermingsniveaus nog eens een keer tegen het netvlies te houden of die nog gereduceerd kunnen worden tot een lager niveau. Maar dan moet je wel je BWO-keringen of de schotballenkeringen goed normeren dat die inderdaad daadwerkelijk kunnen sluiten. Hier nog even zeg maar een overzicht wat de winst kan zijn. Het stroomvolume wat de polder instroomt enzovoort. Hier een voorbeeld van waterkwaliteit waarbij men zeg maar door isolatie de verontreinigingsstroom direct naar Katwijk kan dirigeren door water af te sluiten, zodat niet het hele systeem zeg maar beschadigd wordt en verontreinigd raakt. Bij mond- en klauwzeer zaten we net zowat op inzet van de BWO-kering, omdat de melk was niet meer in de gierkelders, had men nog geloosd, maar dat was niet meer toereikend. En men ging sloten dempen in sommige waterschapsgebieden en daar ging men de melk in storten. Ja, dat is nou niet een ontwikkeling wat fijn is. Dus je kunt ook met dit soort operaties je kwetsbaarheid beperken door bewust bepaalde strekkingen dan af te sluiten en daar dan die melk te storten. Stoomgemaal, wel bekend, Wouda. Dit is inzet ook van dit soort gemalen in de toekomst. Ja, die draaien ook mee in sommige waterschappen als noodbemaling. Maar laat dat gewoon net als de molens meegaan in je calamiteitenzorg. Dit vond ik een mooi verhaal. Ook weer ja, het operationeel maken naar heden. Dat is in Californië, dat is de cable car. En dit is het museum van de cable car waar kabels in feite ondergronds alsmaar blijven draaien. En er zit een grijpstang aan de tram die dus die kabel vastgrijpt en dan voortgetrokken wordt. Een systeem wat in Californië ontworpen is. Hier nog een zicht over deze zaken. Ik noemde het al de koppeling van gemalen, hier het eiland van Dordrecht, waarin men gewoon gekeken heeft welk type gemaal staat waar. En kan die bemaling van die hele afwateringseenheid overnemen? Het is weliswaar dan minder en minder optie, zeg maar, ja, zeg maar droogmaking optimaal is, maar je houdt je beheersbaarheid. En ik denk dat ook in het huidige denken dat van belang is. Kijk nu met de inzichten van heden of je energie, transmissie en dergelijke ook op je waterstaatkundige structuur kan invullen. Ondergrondse tanks, oliebevoorrading. Nou, je kunt heel wat dingen nu doen in de grond. Hè. Wat nu ondergrondse de molens inzet. Ik ga er even snel door nu. Hier nog een voorbeeld van aardwarmte. Je hebt veel mogelijkheden in de ondergrond nu. En probeer met waterstaatswerken nu na te denken. Kunnen we die opslag benutten bij gemalen en dergelijke om operationeel te blijven in bijzondere situaties bij calamiteiten. En daar hebben we nu heel wat gegevens voor temperatuurscenario's en dergelijke, warmteopwekking, energieopwekking, om dat te realiseren. Nou, hier ga ik even snel doorheen. Dat is ook een beperking van het geheel. Compartimenteren is ook nog een vraagstuk geweest. Kunnen we de huidige boezemkadersystemen op een wat hoger klasseniveau houden, dat die als geleidingsdijken kunnen fungeren? Rond Den Haag bijvoorbeeld zit toch een boezemkader bijvoorbeeld. Nou kan je die wat sterker maken, zodat het overstromingswater bij eventuele doorbraak toch om die stedelijke kern geleid kan worden. En dan zit je gelijk in het thema meerlaagse veiligheid. Voorland, heel belangrijk toentertijd, nog steeds in het denken van verbeteringswerken, waterkeringen. Maar het was toen de tijd bij de BWO ook zo. Behoud nu het voorland. Want als er een bombardement komt, dan heb je toch die dijk nog beschermd gezien. Doordat er een hele vlees nog aan de rand zit van voorland. Dat was toen ook een heel belangrijk ruimtelijk element om dat te beschermen. Dit is nog bij de Algra-brug, bij de Hollandse IJssel. Daar is op de oude spoorlijn Rotterdam, de Hofplein spoorlijn richting Gouda. Daar is een tweede kering aangelegd, vooral voor de achterliggende polders, Prins Alexander en Zuidplaspolder, om die extra te beschermen. Dus deze constructie is nog steeds aanwezig, maar nu als overlaat, vanwege de inrichting van het gebied, is die een meter afgelaagd, maar wel op een zodanige hoogte dat bij tweede hoogwater, bij eventueel falen van de stormkering, zeg maar Nieuwe Waterweg, toch
niet direct die diepliggende polders water instroomt. Je moet wat proberen. Maar als je niks probeert, dan gebeurt er ook niks. En dit vond ik wel leuk in stripboekenland, de smurven. Wij zijn een beetje de smurven en ja, we zijn druk bezig allemaal en we zijn eigenlijk bang om fouten te maken. Maak nou fouten, want dan leer je veel van. Want dan komen er weer nieuwe ideeën boven. En dat vond ik hier typerend om dat gewoon te doen. En dus, mijn grote vriend Gaston.